Op vele plaatsen langs onze grote rivieren markeren hoge scheurstenen de plaats van de steenfabrieken. Hier worden, uit de klei der rivieren, veelal langs mechanische weg, de miljoenen metselstenen en straatklinkers gevormd die nodig zijn voor onze woningbouw en de aanleg van wegen en straten. Vooral na de oorlog heeft de mechanisatie een zeer belangrijke vooruitgang gemaakt. De vochtige stenen worden veelal in de open lucht gedroogd. In de geheel gemechaniseerde bedrijven rijden vrijwel onafgebroken kleine trucks met ramen vol stenen naar de zogenaamde droogkamers. Afhankelijk van de weersomstandigheden duurt het drogen van de stenen van 1,5 tot 4 weken. Na de droging worden ze naar de ovens gebracht om gebakken te worden. In deze ovens worden ze eerst lange tijd alleen maar verwarmd en tenslotte ruim 3 dagen achtereen blootgesteld aan een vuur met een temperatuur van tussen 1000 en 1100 graden. Nadat de stenen in totaal bijna 14 dagen in de oven zijn geweest, zijn ze geschikt voor hun doel. Dan komen ze in handen van de metselaars en de stratenmakers. De Nederlandse baksteenindustrie organiseert samen met het bouwcentrum in Rotterdam nu reeds enige jaren wedstrijden voor jonge metselaars en stratenmakers. Nog altijd is er namelijk een grote vraag naar vakbekwame verwerkers van de baksteenproducten. Ook dit jaar was de animo voor deze wedstrijden weer zeer groot en de voorgeschreven werkstukken werden met veel zorg uitgevoerd. Men heeft reeds kunnen constateren dat een toeneming van het vakmanschap en van de liefde voor het vak de resultaten zijn van dit samenspel tussen industrie en ambacht.